100 ronden, waar we om en bij om de 50 ronden zullen sprinten voor punten. En deze punten worden ook meegenomen in het algemene klassement. Voor de mensen die een beetje leek zijn in het ploeghoesgebeuren, dames en heren, er is altijd één renner van iedere ploeg die een beetje sneller aan het rijden is. En als er een ploegmakker tegenkomt, dan hebben ze een aflossing. Als dat gaat aflossen, degene die snel rijdt, mag een klein beetje rusten. De andere mag vol aan de bak. De ploeg die dan in de aanzetfase een winstronde neemt, we zeggen wegrijden uit het peloton. En dan op het einde aansluiten, die krijgt dus een winstronde.